van Jonas de Roek. En daar toch wel wat verrassingen in de ploeg met Veto Kele die mag starten. Op de flank Bocat en Duplus, middenveld Bakic, Le Point. En dan voorin Chevalier, Temon en Carcel. Fixen. Breed richting de Kuiper op linksachter vandaag. Hij komt graag mee. Meteen een goede voorzet. Fazen legt hem voor. En Veto Kele komt net te kort. Fazen. De achtervolging bij Mohamed. Maar nog altijd Fazen niet tot bij Fixel. Wel Foster. Dan is er Jordanov te centraal in de handen van Nick Gillekes. Dus opletten. De foutje wel hoor. Zuli die een pakje te laat komt bij de Kuiper. Dus iedereen bijna in de 16 van Mouskroen. Kort genomen. Jordanov. Strakke bal. De bal gaat er voorlangs. Geen handspel, zegt de Stasens. Bij Westerlo willen ze absoluut een strafschop. Bocat doet het goed. Ruimte bij Carcela. Redelijk wat ruimte. En ook ruimte bij de plus. Het gaat naar Temo. Temo. Net iets te wild, net iets te overhaast. Bal dicht bij het doel. Daar is Temo. Daar is ook de rebound van Julie. En daar is vooral David Jens. Ja. Dat gaan we hier nog eens wel bekijken. Eén keer Jensen. Twee keer Jensen. Fazen. Sterk tegen Mohamed. Fazen legt tot bij Fixel. Die blijft maar wandelen. Fixel. Daar was die 100% mogelijkheid plots. Goeie actie van Fazen. Dat zeker. En dan is daar Fixel. Dit doet hij uitstekend. Dan is hij even de bal kwijt. En trapt hij. Die wellicht toch ook meer had verwacht van zijn uitleenbeurt aan Club Brugge, Thibaut Percey. Fazen blijft in balbezit. Fazen! Goeie redding, Gillekes. Goeie redding ook van Nick Gillekes. Hier bleef hij met wat geluk in balbezit. Veel volk dicht in de buurt van Gillekes. Strak aangesneden, verlengd en overgezet door Kian Fazen. Ook in de buurt is volgens mij een fase die hem uiteindelijk wel over doel zet. Hier Dachi niet. 10 doelpogingen voor Westerlo, 4 voor Mouskroen. Dat zag er anders uit na de eerste helft. Mouskroen nog niks kunnen tonen in de eerste helft. In de tweede helft moet ik zeggen, maar daar is het doelpunt van Westerlo. Prima ingelopen Kian Fazen. Hij breekt de band voor de thuisploeg. 1-0. Goede voorsprong. Goede bal van Lucas van Eno. Nee, goed binnengelegd ook van Kian. Naar de buitenwereld toe verkondigd dat er geen twijfels waren. Dat was ook niet nodig met de voorsprong die ze hadden. Daar is Temo. En daar is vooral ook Jens. Goede uithaal van Clément Temo. Daar gaan we nog eens kijken naar Temo. Kan dit hoor. Die bal in de bots nemen. Maar ik denk dat Stasen er wel een einde aan gaat maken als die bal in de lucht is. Inderdaad, einde van de partij. Westerlo wint met 1-0 tegen Mouskroen. Westerlo dat de partij onder controle had, het balbezit had.